Maar nu eerst, de officiële oprichting van Nederland 4. Vandaag sprak de Tweede Kamer over de toekomst van Nederland 1, 2 en 3. Het publieke bestel bevindt zich in een turbulente periode. De VARA droomt van een commercieel avontuur. De nieuwe omroep dient zich aan van Aad van de Heuvel. En er zijn plannen voor een Turkse omroep. En al eerder lukte het BNN een voet tussen de deur te krijgen op Nederland 2. Maar waar bijna niemand aan lijkt te denken, dat is internet. Dat ook spoedig via de televisiebeeldbuis te zien zal zijn. Dus je begint je eigen zender op internet. En je noemt die zender bijvoorbeeld Nederland 4. Kijkt u naar een bijdrage van Roel van Til en Leon van Rongen. En hier is hij dan, de man achter de nieuwe zender, Nederland 4. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Nederland 4. Mijn naam is Boris. Wat hebben wij vanavond te bieden? Je kan gewoon morgen op het internet. Je kan morgen zorgen dat jij met jouw programma's en met jouw omroep ruimte huurt binnen de computers die er in Nederland voor zijn bedoeld. Om op het internet te gaan uitzenden. Iedere voetbalclub wordt een omroep. Iedere hobbyvereniging. Iedere Nederlander zijn eigen omroep. Elke enthousiasteling met zijn snuffert op de buis. Met het medium internet is het allemaal mogelijk geworden. Want dit jaar nog doet internet zijn intrede op het televisiescherm. Op dit moment worden de eerste mogelijkheden in Amerika al aangeboden. Ik verwacht dat tegen het einde van dit jaar ook in Nederland de mogelijkheid zal worden verschaft om televisie te kijken via het kastje wat thuis in die huiskamer of in de werkkamer of waar dan ook staat. Daar wordt het medium televisie op geëtaleerd en nou, je zal binnen de kortste keren ook met een knopje op je afstandsbediening zal je internet kunnen gaan bekijken. De 20e eeuw lijkt nu al lang geleden. Rick Renze, ex-hoofdredacteur van het RTL Nieuws, is ervan overtuigd. Wat betreft beeldkwaliteit is het internet al helemaal klaar voor televisie. Dit lijkt toch allemaal heel erg statisch, maar met één klik van de muis op het filmpje en op de foto en het filmpje gaat draaien. De grenzen vervagen. Internet en televisie, ze zoeken elkaar op. En dat heeft gevolgen ook voor de omroep. Want voor je het weet heeft ons bestel er straks duizenden piepkleine concurrentjes bij. Ik denk dat democratie ten top is. Je kan overal naartoe. Je kan alles bekijken. Ik denk dat het starten van je eigen omroepje, maar ook zeg maar, de mogelijkheid om op het internet jezelf te etaleren in verkiezingscampagnes door politieke partijen ook zal worden uitgebuit. Dus iedereen kan straks zijn eigen filmpjes op de televisie laten zien. Wat heb je daar qua hardware minimaal voor nodig? Ja, ach, een cameraatje van, wat zal het zijn, 50 tot 100 gulden en een microfoontje. Maar bij heel veel pc's in Nederland worden die al gebruikt. Ik denk dat er in Nederland toch al zeker 300.000-400.000 cameraatjes in gebruik zijn langzamerhand. Dus in principe is het mogelijk en je moet de knop een beetje weten te bedienen. En zo kwam op een koude winteravond ook onze hoofdpersoon op een briljante gedachte. Ik heb kleine idee. Ja, heel interessante idee. Nou, je hebt een computer nodig. Je hebt een toetsenbordje nodig. Je hebt een cameraatje nodig. Je hebt wat film. En dat zal in de toekomst ook een schijfje zijn. Die films gaan er ook allemaal uit. En een verbinding. Dat is het. Het vergt weliswaar wat actie. En misschien nog een gesprekje hier en daar. Maar dan wacht toch echt de wereld van de glamour. Een heleboel mensen zijn toch enigszins exhibitionistisch. Die willen iets laten zien of zijn creatief. En willen iets in hun omgeving laten zien. Net als veel mensen nu mooie kleren aantrekken, zeg maar. Zo willen ze straks iets van zichzelf laten zien. Of zonder kleren natuurlijk. Ja, nou god, die sector heeft niet mijn warme belangstelling, ik bedoel. Maar dat mag je natuurlijk wel verwachten. Ja, ach, er zal wat porno komen. Dat is met alle media zo dat het daarmee begint. Op een gegeven moment vinden niet veel mensen dat nog interessant. En ach. Is dat niet de deur wagenwijd openzetten voor allerlei pulp? Ja,
Zolang er belangstelling is voor pulp, zal die pulp dadelijk op een hele goedkope manier, vele malen goedkoper dan thans op televisie mogelijk is, verspreid kunnen worden. Ja. Voor Boris is het in ieder geval een droom die werkelijkheid wordt. Opeens een eigen muziekprogramma. Of sporten in ballen met Boris. Niet alleen van Nederland. En natuurlijk mag ook het serieuze nieuws niet ontbreken. Nederland is een klein land, maar zij speelt een grote rol in de wereld. Als u geïnteresseerd bent in het nieuwsprogramma van uw buurman, dan gaat u naar de website van uw buurman en dan kijkt u naar het nieuwsprogramma van uw buurman. Ik denk dat dat een hype zal geven. Elke Nederlander zijn eigen nieuwsprogramma. Iedereen wil uitzenden. Ja. Iedereen wil graag gezien worden. Maar niet iedereen wil ook alles zien. Dus ja, net als met die homepages in Nederland. Het zijn er inderdaad meer dan 500.000 wellicht al. Een heleboel worden nooit bezocht. En of het nu de culinaire rubriek betreft, het boekenprogramma, of de onvermijdelijke erotiek in Boris gaat van Bill, één ding staat vast. Dit is meteen de meest vrije omroep van allemaal. Want voor internet bestaat er nou eenmaal geen omroepwet. Internet wordt niet gezien in relatie tot omroep. Het komt op dezelfde beeldbuis straks. Dus kun je niet volhouden dat er een omroepbestel is met een aparte omroepwet. En anderzijds internet, waarvoor geen regulering is. Terecht overigens. Ik vind wel dat op het moment dat wij constateren met z'n allen dat er onrust is bij de omroep. De actualiteit van deze week. De VARA wil uit het bestel stappen. Andere nieuwe omroepjes willen er juist in. Maar Boris passeert ze. Allemaal. En kijk, als je een zendmachtiging krijgt, volgens de omroepwet krijg je een hand met geld. Als je op internet begint, moet je het allemaal zelf doen. Dus iedereen wil die hand met geld wel hebben. Als u doelt op de omroeppolitiek zoals die de afgelopen dagen in Politiek Den Haag is besproken, dan kenschets ik die discussies als achterhoedegevechten. Ik vind eigenlijk dat de parlementaire discussies op dit moment, de discussies in Hilversum, voor wat betreft de omroepen, zich zouden moeten richten op de toekomst. En die gaat over het internet. Wat zou u dan tegen die nieuwe omroepgegadigden zeggen? Ja, jullie hebben groot gelijk dat je een zak met geld wil hebben. Maar ik zou tegen de overheid zeggen van moet je niet geven. Wat dan met die nieuwe clubs? We moeten zich op een andere manier profileren. Ga maar naar internet toe. Waarom zou ik u een zendmachtiging geven? Meer politiek wellicht binnenkort in de talkshow van Boris. U kunt Nederland 4 vanaf vanavond thuis, weliswaar nog niet op uw televisiescherm, maar wel op uw computerscherm ontvangen. Dat kunt u doen via www.nederland4.nl. En dit is dan wat u kunt verwachten. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Nederland 4. Al dat soort clubs, van de Vogelclub uit Harlingen tot de Breiklub uit Tjitsjaarstadeel met een cursus breien, al die mogelijkheden zullen er dadelijk zijn. En er zal gebruik van worden gemaakt. Internet zal het onderuit schoffelen van het omroepbestel verder versnellen. Dat zeker. Mama, ik ben op tv. Nederland 4, de zender van Boris, is dus via internet te bekijken op www.nederland4.nl. En 7743 kijkers richten inmiddels de blik op deze zender van Boris. Die is tot en met vrijdag actief.